Ik ga dit jaar niet nachtvissen en zeker niet voorvoeren. Alleen korte sessies wil ik vissen. Dat wordt dus vaak blenken. En als ik dan toch moet blenken, dan maar in een mooie omgeving. Op het kanaal bijvoorbeeld. Vanaf juni of zo. En hier zie ik mezelf al zitten op een zomeravond. Vang ik helemaal niks, dan kan ik altijd nog terugvallen op dit water. Het heeft een aardige karperbezetting. Niet groot, maar in ieder geval genoeg om je frustratie kwijt te raken. Als je een tijdje geblenkt hebt. Voorlopig blijf ik nog even in de polder vissen. Maar niet meer met de pen. Dat werd wel erg voorspelbaar. Met alleen maar schubkarpers van een pond of 10. Hier staat wat meer water. En hopelijk is de populatie gevarieerder. De eerste vis uit dit water. Ik ben nog een klein beetje aan het verkennen, maar als ik de geruchten mag geloven, is dit een beetje het standaardmaatje voor hier. Heel veel groter zit er niet. Moeder is zoek. Kijk, daar komt ze. Dit is het concept voor de komende zomer. Doodaars onder een dobbertje. Eén hengeltje gewoon liggend in het gras. De tweede met een peppybeet verklikken. Speciaal voor voorbijgangers die nieuwsgierig zijn. Maar daarmee zit ik natuurlijk ook te snoeken. Het verschil is alleen dat er een instant response aas aan hangt voor karper. Althans, ik hoop dat het instant response geeft. Zo moeten we het leren.
is de eerste. Leuke vis om mee te beginnen. Gaan we snel weer terugzetten.